Elk jaar op 4 mei komen wij hier samen. Op deze plek. Hier bij de Oude Toren. U wil daarmee iets delen. Iets tot uitdrukking brengen. Daarvoor zijn wij samen hier en daarvoor wil ik u hartelijk danken. We herdenken samen dat op 4 mei 1945, nu 69 jaar geleden, de nazi-bezetting van West-Europa eindigde. Toen, 69 jaar geleden, verdreef het licht van de hoop de duisternis van de terreur. Nu denken wij terug aan de slachtoffers van toen. Zigeuners, homoseksuelen, Joden, verzetmensen, burgers, militairen. We herdenken onze landgenoten die omkwamen tijdens de oorlog in Japan. De Nederlanders die onder de VN-vlag sneuvelden tijdens de strijd in Korea. Maar sinds een aantal jaren ook de Nederlandse blauwhelmen die hun leven lieten bij vredesmissie in en onder meer in Libanon, Somalië, Bosnië en Afghanistan. Nu zitten onze soldaten in Mali om daar vrede te brengen. Ze weten dat ze in dat Afrikaanse land waar een burgeroorlog dreigt een groot risico lopen. Maar gaan toch. Ze gaan toch omdat ze de waarde van vrijheid en vrede kennen. Geleerd in ons land. Ons eigen land. Ze geloven in democratie, in vrede en vrijheid. En zijn bereid daar het allerhoogste offer voor te brengen. Ik wil u eens vragen om u heen te kijken. Dan ziet u hierachter lange rijen met witte grafstenen. Het zijn er 686. 686 militairen uit de Tweede Wereldoorlog die hier op deze begraafplaats hun laatste rustplaats hebben gevonden. Ze betaalden met hun leven, met het allerhoogste wat er is, voor onze vrijheid en gaven ons de vrede terug. Soldaten en officieren uit Groot-Brittannië, Polen, Zuid-Afrika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. De meeste van hen waren ontzettend jonge mensen. De jongste was 18, de oudste 45. Zij droomden nog van hun toekomst. Een toekomst zonder angst. Zij geloofden in de democratie, in vrijheid en in vrede. Daar hebben zij de prijs voor betaald. Wij overdenken in algemene begrippen als vrede en vrijheid. En toch loopt er ook een hele persoonlijke, vaak onzichtbare en tegelijkertijd onbreekbare draad tussen de oorlogsslachtoffers die hier begraven liggen en de tijd van nu. En daarvoor hoef je alleen maar in het bezoekersregister van deze begraafplaats te bladeren. Een familielid van een Engelse soldaat die in 1944 om het leven kwam, schreef hier in ons register een paar weken geleden: je leeft verder in onze harten. Dus je bent niet dood. Een pagina verder komt een verre neef van een Australische militair uit Sydney een groet brengen. Voor Uncle Jim. Uncle Jim is Jim Kelvile, 24 jaar oud, toen hij aan de andere kant van zijn wereld, tijdens het decemberbombardement van 1942 op Eindhoven, met zijn toestel door de Duitsers werd neergehaald. Een groet van al je neven en nichten uit Australië. Die je nooit hebben gekend, maar je even goed missen. Ik wou dat ik de kans zou hebben gehad je te ontmoeten, staat er in het register geschreven. De Talmud zegt dat de mens pas is vergeten als zijn naam niet meer wordt genoemd. Elk jaar zorgen de honderden bezoekers aan deze begraafplaats ervoor dat dat dus ook niet gebeurt. En u levert daar vanavond uw eigen bijdrage aan en daarvoor dank. Maar het zijn niet alleen de mensen van ver weg die de namen van de bevrijders blijven noemen. Er zijn ook veel bezoekers uit Nederland die in korte berichten van soms een paar regels een saluut aan de soldaten brengen die hier hun laatste rustplaats vonden. Ook inwoners uit Eindhoven lopen regelmatig binnen. Een tekst. Kom van kinds af aan naar de dodenherdenking op 4 mei. We moeten dit altijd blijven doen. Was getekend, mevrouw C. Stoutjesdijk. Aangrijpend is de bijdrage die een meisje met de naam Melody achterliet in het register. Aan haar onzekere handschrift is te zien dat ze erg jong is en nog moeite heeft met schrijven. Ik vind het dapper en goed dat jullie ons gered hebben.
Melody. In al die eenvoud raken deze woorden waar het toch vandaag eigenlijk om gaat. Wat mij trof is de uitdrukking van het universele besef, ook op jonge leeftijd, het besef in onze DNA opgesloten in de woorden als vrede, veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Wij mogen blij zijn met kinderen als Melody. Maar eigenlijk mogen wij blij zijn met al onze jongeren in onze stad. Ze spelen een actieve rol als het gaat om mondiale bewustwording. Ze zijn massaal aanwezig op 18 september herdenking. En elk jaar gaan de schoolklassen naar Bayeux. Waar op 6 juni 1944 onze vrijheid aan land gebracht werd. Dit jaar is een grote groep scholieren naar Auschwitz-Birkenau geweest. En vanavond een indrukwekkend verslag van die reis op Studio 040. Maar ook vanavond hier. De scouts van burgemeester Herman Wittegroep hier achter mij hebben vanavond al de bloemen gelegd op alle graven. En ze hebben de programmaboekjes uitgereikt. Ik ben trots op deze jonge burgers van onze stad. En dankzij hen mogen wij het vertrouwen koesteren dat het licht voortkomend uit het herdenken en het herinneren niet zal doven. Wij staan hier samen, jong en oud. We staan hier niet zomaar op een willekeurige plek. Wij staan hier in Eindhoven. In een stad waar er altijd plaats geweest is voor mensen die een nieuwe toekomst zochten. Een stad waar letterlijk en figuurlijk de toekomst werd gemaakt. Een stad van licht, hoop en vrijheid. Een stad van vertrouwen in de toekomst, een stad van idealen. Helaas zien we dat idealen niet altijd bestand zijn tegen angst en onbegrip en soms zelfs haat. Dat groepen mensen toch tegen elkaar worden opgezet of tot zondebok worden gemaakt. In Oeganda kent sinds kort wetten die homo's buiten de maatschappij plaatsen. Met lynchpartijen als gevolg. In Rusland wordt de positie voor homoseksuelen bijna ondraaglijk. En daarom is het goed dat wij dit jaar in Eindhoven de Roze Zaterdag, de Nationale Roze Zaterdag, gaan organiseren. Over 2 maanden is het zover. Dan willen we de wereld laten zien dat we een veelkleurige, diverse stad zijn, elkaar accepteren zoals we zijn en zoals het hoort. En dat vrijheid en respect bij ons hoort. Dat Eindhoven één en ondeelbaar is. Net zo eigenlijk als dat Europa één en ondeelbaar zou moeten zijn. Want op de bloedige slagvelden van pijn en verdriet werd in 1945 het ideaal van het Verenigde Europa geboren. Tot dan toe werd het lot van mensen in Europa vooral bepaald door oorlogen. Een oneindige reeks van bloedige en gewelddadige oorlogen. Zo was een land als Frankrijk in de 19e en de 20e eeuw, dus een periode van 200 jaar, 150 jaar in oorlog. Voor Duitsland, Engeland, Oostenrijk en Italië was dat niet veel anders. Met het einde van de oorlog werd in 1945 het fundament gelegd voor de afspraken dat we conflicten zouden uitpraten en overbruggen, in plaats van erover te vechten. Dat we zouden samenwerken in plaats van met geweld bestrijden. We besloten gezamenlijk de welvaart in Europa te delen en tot ontwikkeling te brengen. Want als armoede verdwijnt, als tegenstellingen wegvallen, als de ratio belangrijker wordt dan de macht, dan verdwijnen daarmee de belangrijkste bronnen voor angst, onbegrip en haat. In die missie van vrede en voorspoed zijn we redelijk geslaagd. Neem ons eigen land. Als geen ander land heeft Nederland profijt gehad van het één en ongedeelde Europa. Als individu, blijkt iedere keer uit allerlei onderzoeken, voelen wij ons rijker en gelukkiger dan ooit. En onze jeugd behoort tot de gelukkigste ter wereld. En toch sluipt er in onze samenleving steeds meer ongenoegen over dat Europa. Het zal vast wel een aantal opzichten beter kunnen, daar ben ik wel van overtuigd. Maar we creëren het beeld dat we eigenlijk beter af zouden zijn zonder Europese eenheid. En waarom? Schrijven we de idealen af van weleer, waarvoor zo hard gestreden is, vergeten we daarmee de jonge mensen die hier zijn gekomen en hier begraven liggen. We kennen nu 69 jaar van vrede. En om dat zo te houden hebben wij, de opdracht om angst en onbegrip om te zetten in hoop en tolerantie. Iemand die persoonlijke angst en onbegrip heeft weten om te zetten in hoop
en tolerantie. En een voorbeeld voor mij is Hans Noach. U kent hem misschien, ik heb hem een paar keer eerder genoemd. Op de 18 september bijeenkomsten. Hans Noach was 8 jaar, een Joods jongetje in Eindhoven, een kind, toen hij afgevoerd werd. Het nazi-regime vermoordde in de concentratiekampen zijn vader, zijn moeder en zijn 2 broers. Als een van de weinigen overleefde hij Auschwitz-Birkenau. Na de oorlog emigreerde hij naar Israël. En vele jaren later kwam hij terug in Eindhoven op bezoek en was er getuige van dat 4 struikelstenen in de Catharinastraat werden gelegd. 1 struikelsteen, u kent ze voor op het programma staan ze. 1 struikelsteen voor elk gedeporteerd en vermoord gezinslid. Hans Noach hield in dat jaar zijn Freedom Lecture uitgesproken aan de Technische Universiteit. Ondanks alles wat hem en zijn omgeving was aangedaan, sprak hij volgens mij de volgende wijze en indrukwekkende woorden. Het zijn niet de mensen die oorlog veroorzaken. Het zijn omstandigheden die ervoor zorgen dat mensen tot oorlog bereid zijn. Zijn boodschap aan ons hier vandaag is dat je slachtoffers van oorlog nooit mag herdenken. Dat je vrijheid nooit mag vieren zonder ook na te denken over de omstandigheden die maken dat oorlog en barbarisme en onmenselijkheid ontstaan. Eigenlijk staan we hier, u en ik, toch ook met de vraag wat we moeten doen om te voorkomen dat die omstandigheden weer terugkomen. Ik moet u eerlijkheidshalve zeggen, ik ben daar niet altijd even gerust op. Ik zie dat we in Nederland verharden. Dat wederzijds respect aan betekenis inboet, dat we soms en misschien wel steeds vaker mensen en groepen uitsluiten. In onze taal, in onze houding, in ons denken. In de manier waarop we met elkaar omgaan. De omstandigheden zijn aan het veranderen. Het zijn niet de mensen die de oorlog veroorzaken. Het zijn de omstandigheden die ervoor zorgen dat mensen tot oorlog bereid zijn. Woorden van Hans Noach. Woorden van een man die tot in het diepst van zijn vezels weet waar hij het over heeft. De opdracht van Hans ligt bij u in goede handen, want anders was u hier vanavond niet geweest. U wil daarmee iets delen, iets tot uitdrukking brengen. Daarvoor zijn wij samen hier. En daarvoor wil ik u heel hartelijk danken.